klonk luid applaus voor Erik Tummers toen hij per ambulance werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Wat gebeurde er nou precies? In de beginfase van de eerste periode. Linksboven is Erik Tummers. Chris Saint-Jacques gaat hard door op de verdediger van de Geleense Eaters, die roerloos blijft liggen op het ijs. De trainer, de spelers, de clubleiding en alle fans maakten zich grote zorgen om Tummers, omdat hij daar zo lang zo stil bleef liggen. En in de herhaling kunnen we het goed zien. Tummers ziet die klap absoluut niet aankomen en knalt met zijn hoofd hard tegen het glas. Als ik het nummer zie van een speler, dan ga ik hem niet vol in zijn rug checken. En dan moet de scheidsrechter, ze moeten die spelers beschermen. En dat doen ze niet en dat is jammer. Dat is heel erg triest en heel erg jammer. Heb je al iets vernomen uit het ziekenhuis? Nou, op het moment is hij bij. Hij is weer bij bewustzijn. Heeft alleen een hele zware hersenschudding. Nou, dat is speler nummer 2. Want aanvankelijk waren alle ogen gericht op deze Onur Mete, de man die Lambert Keulen voor lange tijd uitschakelde. Om de klap te verwerken gingen alle spelers van het ijs om in de kleedkamer nog even elkaar op te peppen voor de wedstrijd. Want die moest wel gespeeld worden, tegen Tilburg dus.